Na de teleurstellende bekeravond afgelopen woensdag bij Dem, waar met 3-1 werd verloren, ging Hoogeveen nu op bezoek bij voormalig grootmacht Dolfo op Sportpark Pannenhuis in Veenendaal. Dolfo kent een moeizame start en wisselde onlangs van trainer Jeroen van Bezouwen, eerder de tegenstander van Hoogeveen met Baronie in de beker, zwaait nu de scepter bij de rooien uit Veenendaal. Openingsfase wedstrijd met Alex Blekkink. Tegenvaller voor Lambrink was dat Justin Beemins in de warming-up afhaakte. Maar hij ziet wel dat Noah Schuurman hier al heel snel de openingstreffer scoort voor Hoogeveen. Schuurman, vrije doorgang. Ja, en rond dit natuurlijk wel heel beheerst af. En zo heeft Hoogeveen een droomstart in Veenendaal. Met hier Jeroen Kamphuis zou niet in de basis starten, maar door de blessure van Beemins uiteindelijk wel. Ballaboen. Hierkus, redding van de doelman. En ook in tweede instantie heeft Nick van der Dammen in het regenachtige Veenendaal. Van Dolfo nog weinig gezien die eerste 10 minuten, maar dan... Matthijs van Nispen, dit jaar teruggekeerd van de treffers, mag uithalen. Ja, en op dat gladde veld verschalkt die doelman Stan Meekhoff. Bal krijgt natuurlijk snelheid mee en van Nispen laat Meekhoff kansloos. Mag natuurlijk nooit zo vrij mogen uithalen. Ja, en dan krijgt Dolfo het op de heupen. Met hier de volgende mogelijkheid van Chris Verheul. Een uitstekende redding van Stan Meekhoff. Het was een zeer boeiende beginfase waarin van alles gebeurde. Nu weer Hoogeveen. Pelsma vindt dan vervolgens Veldmaat. En de redding van Nick van der Dam. En dan gaan we weer naar de andere kant. Kabachi haalt maar eens uit en Meekhoff met de vingertoppen eraan. Dan halverwege de eerste helft. Ja, balletje terug op de doelman. En die pakt hem dan in de handen. En scheidsrechter Dominique Prik kent geen mededogen met Dolfo. En geeft een vrije trap. Indirect de vrije trap, Schuurman. Maar het is Van den Dam die zijn fout herstelt. Dan Dolfo. Met de uithaal van Mertjan. De corner met Stef de Bond. En komt die bal zomaar op het hoofd van Lars Rebergen. En is het de ploeg uit Veenendaal die op een 2-1 voorsprong komt. Laat Hoogeveen zich verrassen en ziet er achterin niet goed uit. Hier, helemaal vrij. Las Rebergen. En dan gaat de ploeg van Bezouwen door. Met hier de volgende mogelijkheid. Chris Verheul. En Hoogeveen heeft het dan lastig. Opnieuw Dolfo. En geen strafschop, zegt Dominique Prik. Gaan naar de slotminuut van de eerste helft. Gaan ze weer. Met Jan.
Ja, goed uitgespeeld, maar ook weer helemaal vrij. Martins da Silva. Hij brengt Dovo op een 3-1 voorsprong. Ziet de verdediger niet goed uit bij Hogeveen. En Martins da Silva die het afstraft. Gaan we naar de tweede helft. En waar we geëindigd zijn in de eerste helft, zetten we het voort in de tweede helft. Met Dovo in de aanval. En hier de mogelijkheid, maar de redding van Stan Meekhoff. Gaan ze weer. Johnson. Voorzet. Schuurman eraan. En dan het schot dat overgaat. De corner. De Bond met de voorzet. Krijgt Hogeveen die bal niet weg. Schot. Geblokt. Johnson. En dan via de voeten van Ballard Boon. Gaat die bal er niet in uiteindelijk. Veldmaat. Hogeveen, ja, probeerde het wel, maar creëerde weinig. Maar hier misschien dan. Veldmaat. 1-2, goed gespeeld en Menno Hierkes. En zo toch even weer wat dreiging van Hogeveen. Zoals hier met inzet van Belsma. Maar de tijd begint te dringen. Jim Veldmaat. Veldmaat. Krijgt de bal hier voor de voeten. Maar dan gaan we al richting de slotfase van de wedstrijd. Met Jan van de bal gezet in eerste instantie. Maar dan, kijk eens, dat doet hij prachtig hoor. Baltje voortrekken. En dan de enorme mogelijkheid door voor Manuel Bakkenes, die invaller. En zo kende Hogeveen dus een hele goede reeks in de competitie. Met een onderbreking tegen IJsselmeer volgens die 0-3 nederlaag. Maar gaat er nu in Veenendaal dus onderuit. En voorkomt Meekhoff erger door die inzet van Johnson te keren. Hogeveen het verliest dus wel. En blijft zo dus ook onderin. En Dovo neemt verder afstand hier opnieuw Bakkenes. Botsing met Meekhoff. Ja, wordt er even gevreesd voor een hersenschudding. Maar Stan zelf, die was naar afloop er vrij nuchter over. Zal wel meevallen. Maar Hogeveen, het verliest wel met 3 tegen 1. En speelt volgende week zondag om 2 uur thuis tegen Dem. En even belangrijk, die wedstrijd wordt niet live uitgezonden door Hogeveen TV. Thijs Rundevoort is er wel om te filmen. Vandaar dat we volgende week dus alleen een samenvatting s'avonds hebben. Volgende week dus, Hogeveen Dem. Mochten we al afgelopen zijn.